Voetbalclub SV Hatert viert in de laatste week van mei haar 90-jarig jubileum. Maar de Nijmeegse sportvereniging gaat momenteel door moeilijke tijden. De selectieploeg werd uit de competitie gehaald, terwijl de club bij een doorstart voor het eerst sinds bijna 40 jaar in de vierde klasse terechtkomt. Volgens voorzitter Alois Meij is dit echter geen reden om het feest af te blazen. Kijk, het 90 jaar bestaan is nu, dus daar kan ik helemaal niks aan veranderen. We kunnen slecht volgend jaar gaan vieren. En de situationele omstandigheden waar jij op doelt, ja, die komen. Het zijn altijd golfbewegingen. Kijk, in een normaal mensenleven heb je ook een cyclus. Dat gaat van hoog tot laag. Dat is een hele golfbeweging. En ja, en soms zit er ook een dieptepunt. En dan moeten mensen op dat moment de zaak weer bij elkaar rapen en zeggen, we moeten verder en wat moeten we er gaan doen? Nou, zo moet je daarbij Hatert zien. Maar overigens is dat ook vaak bij andere voetbalclubs. We weten, we zitten allemaal maar in een bepaalde omstandigheid. Dat wat teruglopen is, dat mensen de maatschappij verandert. Mensen willen allemaal iets anders. Dus ja, dan moet je kijken hoe je daar op in kan spelen. Als er feestje is, moet je het al gebruik van maken. Overigens, leden wachten erop. En gezien ook, ik noem het de oude Hatert maar even. Die mensen hebben een hele sterke behoefte, maar ook de mensen die daar kwamen. En dus wij willen van allerlei dingen organiseren om weer te zijn. We zijn toch één gemeenschap. En eigenlijk, ja, bestuur heeft die opdracht gegeven. Dat doe je toch ook voor om iets te organiseren. Er zit voldoende veerkracht en daadkracht in deze club. Met heel veel vrijwilligers, laat ik dat even zeggen, om die 100 jaar te halen.